allemaal. Het was weer kerstcadeautijd op mijn werk en dan mag ik altijd iets uitzoeken. En net als vorig jaar eigenlijk, vorig jaar ben ik voor een steltang gegaan, dit jaar voor een krultang. Wederom van Remington, dit is de Pro Soft Curl. Dit was nog een maat die ik zocht, ook omdat ik denk dit is een 25 millimeter tang. En voor losse zachte krullen. En ik hoop dat dit dan precies is wat ik als haar wil op mijn bruiloft. Dus daarom was ik heel benieuwd naar deze. Dus vandaag leek me leuk om een eerste indruk video te maken. Dat heb ik ook gedaan van die steltang. En ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dan zie je gewoon direct mijn eerste. En ik heb ook... ik had een bon van 50 euro. Dus... oh, dit staat voor de deur. Mits wilde naar binnen. Ik had een bon van 50 euro en deze was 33. En heb ik ook nog eentje van Karma gekocht voor 20 euro. En dat is een 19 mm. Dus die is net nog een slagje kleiner. En ik denk dat ik binnenkort ook een keer een soort vergelijking ga doen. Van wat is nou het verschil? Want ik vond het zelf heel lastig om te bepalen. Want ik heb ook één slag nog groter. Dus misschien dat ik ze gewoon alle drie het verschil ga laten zien. Ook qua krullen en zo. Dus, maar goed, ik ga vandaag in ieder geval de eerste indruk van de Remington Pro Soft Curl doen. Even kijken wat er allemaal op staat. Hij heeft een antistatische keramische tourmaline ionische soepel glijdende coating. Oké. Dat is ook een drama. Het is altijd die plakkertjes en ik heb net mijn nagels gelakt. Oké, wacht even hoor. Nou, dit is hem. Ter vergelijking, even kijken, waar kan ik het nou mee vergelijken wat iedereen qua formaat kent? Een kattenstaart? Nee, niet. Ter vergelijking, ik heb zo'n grote borstel. En dan, nou ja, dus hij is net iets dikker dan een borstelstang. Laten we maar gewoon meteen aan gaan zetten. En dan kan ik ondertussen als hij opwarmt uitleggen hoe die werkt. Omdat ik al zoveel ervaring heb met Remington krul- en steltangen, heb ik niet het gevoel dat ik de gebruiksaanwijzing nog hoef te lezen. Maar als je daar nog geen ervaring mee hebt, of überhaupt met krultangen of zo, lees dan wel even de gebruiksaanwijzing. Nou, dit vind ik altijd wel fijn. Hij heeft zo'n draaibaar snoer. Dat werkt gewoon heel makkelijk met krullen. Hij heeft dus wel een klepje. Hij staat nu op off. Ik weet niet of je het kunnen zien. En dan kan ik hier op het aanknopje drukken. Dan heb ik hier een plus en een min. Oké, het scherm gaat nu aan. Hij staat nu op 180 graden. Ik doe hem naar... Hij kan naar... Even kijken. Hij kan naar 220. Maar ik doe hem op 190. Zo. Nou, nu gaat hij opwarmen. Dat zie je aan, aan het knipperen en aan dat balkje wat omhoog en omlaag. Nou, hij heeft dus wel zo'n klepje. Heb ik al heel lang niet gehad. Maar ben ik op zich niet echt voor. Oh, dit zit er nog tussen. Oeps. Dat is dus een belangrijke. Heb ik al heel lang niet gehad, maar het werkt denk ik op zich wel makkelijk. Ik ga even mijn haar borstelen. Ik heb er dus al hittebescherming in gedaan. Borstel je haar altijd goed, want als je met klitten gaat krullen, dan krijg je lelijke knikken in je krul. Steek even een deel omhoog. Nou, inmiddels is het schermpje gestopt met knipperen en het balkje is gestopt met lopen. Dus we kunnen beginnen. Ik pak gewoon een niet al te dikke pluk. Ik moet ook even nadenken hoe dat ook weer werkte met zo'n... Dat is eigenlijk wel weer heel makkelijk, zo'n clipje. Ik wacht een paar seconden. Niet te lang. Dan hou ik hem even zo vast. Oh ja, mooi. Ik weet niet of je het al kan zien, de eerste krul. Ik heb de rest van mijn haar weg. Dit is de eerste krul. Gewoon een hele mooie losse krul. Nou, dus ik clip hem erin en ik draai dus altijd van mijn gezicht weg. Ja, als je hem hier te laag doet, dan
houdt hij de pluk niet goed vast. Dus hij houdt steviger vast aan de bovenkant. Maar ik moet zeggen, ik moet even wennen aan zo'n klepje. Maar het is wel ook een portie gebruiksgemak, is het wel hoor. Dit doe ik altijd even zodat hij nog in krulstand, zeg maar, wat opdroogt. Hij is, of opdroogt, afkoelt. Want hij is natuurlijk nu nog heel heet. 190 graden. Maar niet zo heet dat je niet in hand kan houden hoor. Maar dit ding zou ik niet vastpakken. Kijk. Oh, pretty. Dus ik zeg maar halverwege. Oh, het is lastige spiegelbeeld. Ik klep hem erin. Ik doe hem een stuk naar beneden. En dan draai ik. En hou ik hem vast. En dat doe ik ongeveer 5 à 10 seconden. Ik tel het nooit helemaal, maar zoiets. En dan haal ik hem dus uit. En dan til ik eigenlijk de pluk weer omhoog in mijn hand. En dan doe ik een soort van knijpbeweging. Dat is meteen een soort van tutorial. Nou, ik ga nog even een stukje doorkrullen. Wat je trouwens ook heel goed kunt doen, is aan de onderkant gewoon een paar grote plukken pakken en dan boven de kleinere plukken. Maar omdat ik het nu natuurlijk goed wil kunnen testen, pak ik gewoon niet al te grote plukken. Dit is trouwens dag 3 haar. Met een beetje droog shampoo. De tang is nog steeds goed heet. Hij koelt niet af. Tot nu toe. Doe het aan deze kant even zonder vast te houden. Dan kan ik straks ook zien hoe lang de krul dan goed blijft. Nou, dit is de hele onderkant gedaan. Dan spreek ik er een beetje haarspray in. Dit is Taft Volume Haarspray. Mega strong. Ik borstel ze niet uit of zo. Ga ik nu de bovenkant doen. Nog even doorborstelen. Mijn haar raakt heel snel in de klit. Nou, klaar. Ik heb de rest even achter in een clipje gedaan. En dan ga ik hier ook weer krullen. Nou, hij werkt echt super makkelijk en het kost... Oh, even met het knepje. Nou, hij werkt echt super makkelijk. Eigenlijk. Minder vermoeiend ook dan zonder klepje. Je hebt ook geen handschoen nodig, want het, ja, je hoeft het haar verder niet vast te houden. Dat is ook alweer een voordeel. En soms heb je dat je met een klepje een knik krijgt, maar dat idee heb ik hier niet. Behalve dat je een klein beetje ziet aan de onderkant, maar ik hou wel een beetje van zo'n recht sprietje aan de onderkant. Maar ja, deze zou ik weer omhoog houden. Deze kant heb ik dan dus, help me onthouden, deze kant heb ik dus nog even af laten koelen in mijn hand, een beetje. Ja, nou ook een grote pluk wordt gewoon goed warm. Ik merk ook dat hij over de hele lengte goed warm wordt. Dus niet dat hij alleen maar aan de onderkant of alleen maar aan de bovenkant warm wordt. Voelde ik hier nog niet goed doorheen gaan de borstel, zo. Nou, dit is altijd de meest lastige, zeker... maar ik denk dat hij hier juist dus wel goed gaat lukken. Want je kan hem hier heel mooi... Ik vind dat met een tang die je zelf... gewoon een cone, zeg maar. Of, een, of zo eentje, maar dan zonder stang. Klepje, dat zocht ik.
vind ik deze pluk altijd het meest lastige. Maar het idee dat het hier juist wel goed mee gaat. Een beetje haarspray. Dan zet ik hem uit. Kijk, hij is nog steeds gewoon helemaal op temperatuur en dat voel je ook. Uit, zo. Wel merk als je hem zo neerzet dat hij niet, dat hij toch naar voren valt. Hij blijft niet zeg maar netjes zo staan, zeg maar. Dat is wel een beetje jammer. Ik kan er persoonlijk niet van wakker liggen, maar... Nou, en dit is het resultaat zonder doorborstelen. Echt hele goede krul. Dan hang ik nu heel langs een beetje mijn vingers erheen. Aan één kant, want deze kant is natuurlijk nog een beetje warm. Ik borstel eigenlijk nooit. Ik doe eigenlijk alleen maar mijn vingers even er doorheen. Nou. Heel erg mooi. Team al staan. Trouwerij. Bruiloft. Ja, ik vind echt het effect heel mooi. Past genoeg haar op. Het is een vrij lange... Nou ja, zie mijn hand. Het is een vrij lang... Ik heb een kleine hand hoor, maar goed. Hij is vrij lang, dus met lang haar werkt hij ook wel goed. Maar dit is ook een ideale maat voor als je korter haar hebt en je wil toch een mooie slag, zeg maar. Dan kan je met zo'n grote, kom je vaak niet helemaal uit. Dus ja, nou, goed, oké. Okay. Helder. Dit is inmiddels ook wel afgekoeld. Iets van haarspray gedaan, voel ik. Schuld. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik vind het echt, ik ben hier heel tevreden over. Ik ben benieuwd hoe lang ze blijven zitten. Ik denk dat ik aan het eind van de dag even terug kom, maar het hangt een beetje van het weer af. Want als het echt heel donker is, dan zien jullie het niet. Maar in ieder geval ga ik voor nu alvast doei zeggen. En anders zet ik er nog een stukje tussen met mijn middaghaar. Maar ja, ik ben er blij mee. Nou, korte update. Het is nu een uur of 4, 5 nadat ik het gezet heb. En dit is het resultaat. Nog steeds wel mooi, maar het blijft niet super lang zitten. Ik weet niet of dat ligt aan dat ik ze er niet lang genoeg in heb gehouden. Of het verschil zeg maar tussen ze vasthouden... De krullen vasthouden en af laten koelen versus niet. Nou, dat maakt ze eigenlijk niks uit. Ja, ik weet niet. Het blijft niet super lang zitten. Dus dan moet ik nog even kijken of dat aan mij ligt. Of dat hij toch iets minder sterk is. Maar kijk, bij een steltarm blijven krullen gewoon met een steltarm blijven krullen gewoon langer zitten. Maar ik vind dit nog steeds wel mooi. Maar het is niet zo dat ik nu nog een hele bos krullen heb. Dus dat is even de update. Dat was dus mijn eerste indruk van de Remington Pro Soft Curl 25 mm tang. Ik vind hem gewoon heel erg goed. Hij maakt mijn haar zacht en mooi gekruld. En ik ben er blij mee. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze krullen vindt. Of dat jij meer houdt van strakkere krullen of lossere krullen. Laat het vooral ook even weten. En ik ben hier blij mee. Super bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!